Laten we eerst even kijken wat de finale Pain Game is. De straf. Laat het ei tegen je ballen kapot schoppen door een teamgenoot met een hark binnen 10 seconden. Die ballen? Jullie beslissen of je deze Pain Game zelf speelt of weggeeft. We nemen de mogelijkheden door. Als jullie deze Pain Game aangaan en binnen de tijd goed uitvoeren, gaan jullie met €3500 naar huis. Als jullie hem niet goed uitvoeren, gaan jullie zonder geld naar huis en wint er niemand. Jullie mogen de Pain Game ook weggeven. Zij kunnen niet weigeren, zij moeten hem uitvoeren. En dan kan er dit gebeuren. Als de andere kamer deze finale Pain Game niet goed uitvoert, winnen jullie alsnog €3500. Als zij hem wel goed uitvoeren, winnen zij hun jackpot. Zeg het maar, houden of weggeven? Houden? Ik zou hem houden. Ja, maar hou jij dat? Wat moet ik aan? Ik krijg een slipje aan, wil je het zien? Wacht. Oh ja, pas mijn tas niet in. Maar je mag je eigen onderbroek wel aanhouden hoor. Maar hier overheen. Krijg je een mooi stringetje en daarin krijg je dan het eitje. Nee, doe zelf. Ja, doe ja, zelf. Als... Echt waar, zelf doen? Ja, zelf. Stringetje aan over de boxshort. Ga maar even omkleden in je eigen kamer. Ja. Oh, Cookie Monster. Ja, ja man. Ja, dit is toch super kinky? Oh. Vind ik ook, ja. Daarvoor, hier ben ik wel van. Eitje, mogen jullie erin stoppen? Voel je hem al? Het heb wel iets. Heren, dit gaat om €3500. Als Steve hard genoeg trapt, binnen 10 seconden en ervoor zorgt dat beide eieren kapot zijn getrapt, gaan jullie naar huis met €3500. Serious business! Veel geld! Steven had dat ding aan gooit, hè? Ja, ja. 10 seconden, dat is niet lang. Dit ei moet eerst kapot voordat je naar de volgende mag gaan. Lukt het niet, wint er niemand. Gaan jullie zonder geld naar huis? Heb je met leaderboard voor niks getonkt? En heb je waarschijnlijk maar blauwe ballen ook voor niks? Zijn jullie er klaar voor? Ja, altijd. Hoe kan je nou klaar voor zijn? De tijd gaat nu in! Teamleden goed moeten beantwoorden.